hoeveel hebben jullie? 300 vierkante meter. Oeh, dat is fors. Ja. Dan moet je ook echt met z'n tweeën zijn. En af en toe nog een handje erbij van iemand anders. Ja, mijn zus komt nog wel eens op maandag. Ja. Daar hebben we ook vaak te veel, dus we geven ook heel veel weg. We wekken ook, doen zelf inmaken. Wat ook weer heel veel werk is trouwens. En mochten we echt super te veel hebben, dan kunnen we altijd bij de voedselbank terecht. Oké, want dus dat kan ook. Dat hebben jullie hier zo geregeld of dat is zo gegroeid? Of? Onze vereniging heeft daar een deal mee. Met de voedselbank, dan hebben we overschot. Dan kunnen we dat daar naartoe brengen. Wat is je favoriete groente? Heb ik niet. Heb ik echt niet. Van, ach, ik vind Oké, boerenkool. Oké. Boerenkool. Ja, dat vind ik een van de lekkerste dingen. Daar kan je soep van maken, hè, zei je vrouw. Ja. Hoe doen jullie dat? Ja, als ik goede vraag, dan wil ik ook. Ik ben niet de kok. Ik hoorde dat jij gisteren boerenkoolsoep hebt gemaakt. Dat vind ik toch wel heel interessant. Vertel eens. Uitgebakken spek, uien, aardappelen, nou ja, boerenkool, een goede schep mosterd. Hoeveel boerenkool? 200 gram. En zo? Of nee, echt met z'n tweeën. En, want ik had maar zo'n, voor 1 liter had ik. En dan wat aardappelen, een stuk of 4 middelgrote. En een grote ui. En een bakje spekjes. Doe je eerst aanbakken en dan haal je 3/4 eruit en een 1/4 laat je zitten. Daar doe je de uien in smoren en de boerenkool en de aardappelen. En dan liter bouillon erop. En doe je een kwartiertje even gaar worden. Doe je het pureren en na de hand doe je een goede schep mosterd en een goede schep crème fraîche. Heerlijk. Klinkt goed. Ja, en dan ook de restant spekjes. Die je de 3/4 van wat je nog over had, doe je er doorheen. En dan kun je ook nog rookworst doen als je wil. Was lekker. Was echt lekker.